Goedenavond. Waar iedereen de afgelopen maanden al bang voor was, is gebeurd. Prins Klaus is overleden. Hij is vanavond om 7 uur gestorven in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het lichaam van de prins zal morgen worden overgebracht naar Huis ten Bosch, het woonpaleis van prins Klaus en koningin Beatrix. De prins was op 6 september dit jaar 76 geworden. Al jaren had prins Klaus een zwakke gezondheid. Sinds maart van dit jaar verslechterde zijn conditie in hoog tempo. In juli trad een kritieke fase in. Zorgelijk was het woord dat de artsen gebruikten. En dat hadden ze niet eerder gedaan. Toch leek het wat beter te gaan. En zelfs mocht de prins vlak voor zijn verjaardag naar huis. Daar is ook deze laatste foto van hem gemaakt. In de rolstoel waarmee hij zich binnen en buiten voortbewoog. Het was voor iedereen duidelijk. Het lichaam van de prins was zo verzwakt dat van echt herstel geen sprake kon zijn. En vanavond kwam het bericht van het overlijden van prins Klaus, zoals gezegd, om 7 uur. En we hebben een foto die gemaakt werd op 15 juni. Prins Klaus samen met zijn eerste kleinkind, Eloïse, dochter van zijn jongste zoon Constantijn en Laurentien Brinkhorst. En dit zijn de laatste beelden van de prins in de tuin van Huis ten Bosch, gemaakt op 9 juni, de dag van de geboorte van zijn kleindochter. Prins Klaus en koningin Beatrix in de tuin van Huis ten Bosch. In deze speciale uitzending van de NOS op de 3 netten van de publieke omroep besteden we aandacht aan het leven van de prins en aan de reacties op zijn overlijden. Nederland leerde Klaus van Amsberg in 1965 kennen, toen hij zich verloofde met kroonprinses Beatrix. De verloving viel destijds bij veel mensen niet goed. Klaus was een Duitser en de Tweede Wereldoorlog was nog lang niet verwerkt. Maar al snel werd de prins een van de meest populaire leden van het Koninklijk Huis. Door zijn karakteristieke en op inhoud gerichte optreden kreeg hij steeds meer waardering. De eerdere kritiek verstomde, vooral toen hij ziek en depressief werd en daar heel open over was. De prins ging soms letterlijk gebukt onder zijn ziektes, maar desondanks bleef zijn plichtsbesef heel erg groot. En hij wilde er absoluut bij zijn toen eerst zijn zoon Constantijn en in februari dit jaar Willem-Alexander trouwden. Koninklijke Hoogheid, Willem-Alexander, Klaus, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenote.
al een beeld zijn dat we lang onthouden. Wuivende prins op de huwelijk van zijn zoon Willem-Alexander met Maxima. Over een klein kwartier zal minister-president Balkenende de prins gedenken. Bij me in de studio zijn Henk Vonhoff. Als politicus, burgemeester, commissaris van de koningin. U hebt in het bedrijfsleven met hem samengewerkt. Kent u prins Klaus? Wat betekent de dood van de prins voor u? Oh, dat is... Het is voor iedereen een droevige dag, maar natuurlijk in de eerste plaats voor de koningin en voor de zonen. En daar is het een geweldige slag voor, want het was een man die een heel grote persoonlijke betekenis had in zijn kring. Maar het zal aan de minister-president zijn, dunkt mij, om dat later vanavond te verwoorden. Het lijkt me daarom goed dat ik me beperk tot een aantal kleine observaties zo. Maar ik vraag u, wat betekent de dood van de prins voor u? Hebt u hem pas nog gezien? Bent u iemand die hem ging opzoeken in het ziekenhuis? Ik heb hem de laatste tijd heb ik hem niet gezien. Ik heb hem ook niet opgezocht in het ziekenhuis. Omdat uw relatie niet zo was? Dan schreef u misschien een brief of zo? Maar... Ik heb contact gehad, brieven wel geschreven. Vroeger ook toen dat wat makkelijk mogelijk was, telegrammen gewisseld. Maar hij was natuurlijk doorlopend heel indrukwekkend. Want u kent de prins eigenlijk al vanaf het begin. Zo'n beetje vanaf 1965 dat hij in Nederland was. Zo lang kent u hem al. Ja, dat hebben we geleidelijk aan. Ben ik toen in zijn omgeving gekomen. En de sleutel eigenlijk voor zijn optreden, die is het best verwoord, denk mij, door burgemeester Van Hal bij zijn huwelijksspeech. De eerste woorden van burgemeester Van Hal waren: uw menselijkheid, uw waardigheid en het begrip voor de gevoelens zoals die leven in ons volk, die hebben op iedereen een diepe indruk gemaakt. En in feite zou dat de wapenspreuk van Klaus kunnen zijn. Want toen kwam het, zijn kennismaken, maar zijn heel duidelijke culturele inbreng. Aan de andere kant ook zijn sportieve prestatie, het lopen van de Vierdaagse, wat in die tijd een heel sterke indruk maakte. Maar ook zijn humor. Ik herinner me op Drakenstein, in de tijd dat er een tentoonstelling was, Sonsbeek buiten de perken, dat als je dan Drakenstein binnenkwam, dan was het gazon zorgvuldig afgezet met een koortje en er stond een bordje bij: Drakenstein binnen de perken. Het was in feite, waren dat ook de touches die helemaal aan het eind van zijn leven ook gedemonstreerd heeft. Maar het was een bijzondere man. Ik herinner mij zelf bestuursvergaderingen van de Stichting Postdoctorale Medische Cursussen in Indonesië. Kennelijk ook zijn grote belangstelling. Ik werd daar in Groningen bij betrokken. En ja, als hij dan wel overwogen, heel rustig een opmerking maakte, dan was dat altijd de moeite waard en dan was dat heel scherp. Maar waar ging dat dan over? Nou, dat ging over de manier waarop die cursussen gestalte moesten krijgen in de soms wisselende politieke verhoudingen met Indonesië, waar Indonesië politiek en qua mensenrechten niet altijd stabiel was, waar dan weer vanuit Nederland op gereageerd werd. Dat leidde dan weer tot reacties in Indonesië. En we moesten toch proberen om die cursussen, om die gaande te houden. En ik heb ook een keer op zijn verzoek, mede met organisatoren, een gesprek gehad in Indonesië om op een gegeven moment een rimpel glad te struiken die daar geweest was. Maar ja, het was altijd bijzonder waardevol om zo'n contact te hebben. Ik herinner me ook dat hij, dat was weer heel menselijk, zei: u hoeft niet altijd mij uitgeleid te doen op een tochtig vliegveld in Eelde als ik hier op bezoek ben. Nee. En dat waren dat soort zaken die denk ik helemaal een grote rol spelen. We praten dadelijk verder. Intussen is de koninklijke familie teruggekeerd op Huis ten Bosch en daar zijn ook al eerste bloemen gebracht. We kijken in deze uitzending terug op het leven van prins Klaus en ook op zijn werk.
uit binnen- en buitenland hebben reacties op zijn dood en we schakelen regelmatig over naar verschillende plaatsen in het land. Rond 10:30 zenden we een uitgebreide biografie van de prins uit. Maar nu eerst een samenvatting van de beelden uit de afgelopen maanden. Prins Klaus verschijnt niet vaak meer in het openbaar. Als hij een evenement bijwoont, kiest hij voor bijeenkomsten die zijn speciale interesse hebben. Hoe oud was het? 17. Zoals het Davina van Wely Concours. Een wedstrijd voor jonge, talentvolle violisten op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zijn oudste zoon, kroonprins Willem-Alexander, verlooft zich met Maxima Zorgheta. Dank u wel. Mooi snap. Klaus is bij de bekendmaking op televisie en spreekt er als vader. Ook voor een vader is deze dag er een van bijzondere betekenis. Voor mij, als ik bij deze gelegenheid terugkijk op de verloving en de verlovingstijd van mijn vrouw en mij, komt mij in de herinnering terug wat ik toen heb gehoord en wat ik nu ook Maxima kan aanbevelen. Leer zo snel mogelijk Nederlands. Dat heeft ze gedaan. En ze heeft het op een manier gedaan die niet te vergelijken is met het gestumper wat ik toen heb gepresteerd. Papa. Het Koninginnedagconcert op Paleis Noordeinde is voor hem een jaarlijks hoogtepunt. In 2001 staat het in het teken van het Nederlandse lied. We zien de prins zoals we hem nog zelden zien, bijna uitbundig. Het eerste huwelijk van een van de kinderen van koningin Beatrix en prins Klaus is dat van hun jongste zoon, prins Constantijn. Die trouwt met Laurentien Brinkhorst. Voor iedere vader, maar speciaal voor de zieke Klaus, een bijzondere dag. Dan gaat het toch weer mis. De prins moet naar Hamburg voor een nieroperatie. Later dat jaar wordt hij opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Amsterdam. Door de verwijdering van zijn linkernier is de conditie van de prins slechter geworden. Vlak voor zijn 75ste verjaardag, op 6 september, mag de prins naar huis. Als het bevriende Spaanse koningspaar een bezoek brengt aan Nederland, verschijnt Klaus onverwacht in het openbaar tijdens de opening door koning Juan Carlos van de tentoonstelling Picasso tot Tapis in het Haagse Gemeentemuseum. Dat de gezondheid van de prins achteruit gaat, blijkt uit zijn laatste openbare speech. In Amsterdam reikt hij voor de 5e keer zelf de Prins Klausprijzen uit. Anders dan voorgaande jaren is hij soms moeilijk te volgen en is zijn toespraak ook minder verrassend en minder kritisch dan anders. Ladies and gentlemen, I would like to conclude these brief words of introduction, hampered by physical and technical shortcomings, but I promise you I'm going to repair all that, and next year I hope to give you a speech, something you should not cry, but laugh. Het gezichtsvermogen van Klaus blijkt slecht. Korte tijd later wordt hij geopereerd aan de staar. In de feestelijke aanloop naar het huwelijk van zijn oudste zoon probeert de prins er zoveel mogelijk bij te zijn.
En op de dag, 2 februari 2002, is hij zowel bij de plechtigheden in de beurs als in de Nieuwe Kerk. Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, het ziekenhuis waar de prins vanavond is overleden, staat collega Rick van der Westerlaken. Rick, is al duidelijk waaraan de prins precies is overleden? Ja, zojuist is bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst, die spreken namens de artsen van de prins, dat de prins vanavond om 7 uur is overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson en een longontsteking. Deze informatie is het gebleven. Dat is dus de doodsoorzaak waaraan prins Klaus is overleden vanavond om 7 uur. Merk je dat er bij het ziekenhuis ook mensen komen kijken? Is daar belangstelling, ongewone belangstelling? Op dit moment eigenlijk nog niet. Het nieuws is natuurlijk nog maar net eigenlijk bekend geworden. Mensen die hier al in het ziekenhuis moesten zijn, die spreken ons aan, reageren geschokt op wat ze horen. Hier zijn ook langzaamaan wat agenten gearriveerd. Misschien verwacht de politie dat er hier toch wel enige toeloop zal zijn. Dus vandaar dat ze er zijn. Maar verder is het nog niet heel druk. En ik weet ook niet of we dat moeten verwachten. We komen bij jou terug deze avond nog. Bedankt voor het moment. Later deze avond om 10:30, rond 10:30, kunt u kijken naar een biografie van de prins. Met alvast een aantal markante momenten uit zijn leven als echtgenoot van de koningin. Henk Vonhoff bij me, VVD-politicus. U hebt in verschillende functies prins Klaus meegemaakt.
Eigenlijk al vanaf het begin, vanaf 1965, zei u net. Het was dus het moment dat de prins kennis maakte met Nederland en hij niet meteen hartelijk werd ontvangen. Er was veel weerstand tegen dat hij een Duitser was. Sprak hij daar met u over? Hoe vindt u dat hij daarop reageerde? Nou, hij is daar... Ik heb hem later dus ontmoet, niet in die eerste periode meteen in gespreksvormen. Maar hij is daar wel... Hij was er heel open. Hij heeft in die tijd veel gesproken met professor Oud, de grote staatsrechtgeleerde toen. En die heeft hem ook geïntroduceerd mede in het staatsrecht in Nederland. En die heeft mij zelf ook wel verzekerd dat Prins Claus een geweldig inzicht in dat soort zaken had. En het viel mij ook later op dat hij over deze problemen heel open sprak. Ook over aard van het koningschap. Dat was voor hem niet een vanzelfsprekendheid dat er een erfelijk koningschap was. Maar, ja... Wat zei hij daar dan over? Nou, hij zei, ja, dat is toch eigenlijk, als je uit democratisch oogpunt kijkt, kun je daar vraagtekens bij zetten, zei hij op een gegeven moment. Ik zei toen tegen hem dat ik daar het allerminst nodig vond om dat te doen, want dat er aan die democratische aard van dat koningschap in Nederland niets mis was. Maar hij nam dat niet voor granted. En natuurlijk wat een hoogtepunt hierin was, maar dat was een stuk later, dat was dat hij de beroemde rede, de meirede van Weizsäcker over deze zaak, Duitse president waar je grote bewondering voor had. Die laten vertalen, hè? Die heeft hij laten vertalen en uit laten geven. Dat was een, ja, dat was toch een heel duidelijk statement. En hij, u hebt ook meegemaakt als commissaris van de koningin toen hij op werkbezoek kwam in Groningen. Hoe bereidde hij dat voor? Hoe was hij daar? Nou, hij was op werkbezoek met de koningin. Het was de beroemde jaarlijkse bezoeken. En hij was daar reus ontspannend. Het was altijd een genoegen in die bezoeken om ook te zien hoe de zoons met hun vaders en prins Claus en Pieter van Vollenhoven omging. En de ontspanning... U noemt koningin de dag ook een werkbezoek? Natuurlijk, ja. Het is een feest, maar kijk, de verjaardag van de koningin is op 31 januari en 30 april is koninginnedag, is feestelijk, maar ik beschouw dat inderdaad toch als een deel van officiële feestelijkheid, een soort Nederlandse vorm van trooping the color. Ja, dank u wel. Dadelijk zal premier Balkenende de prins gedenken. Prins Claus is in 1998 aan prostaatkanker geopereerd. En daarna verscheen hij steeds minder in het openbaar. Zeker nadat in mei vorig jaar ook nog eens een nier bij hem was verwijderd. Maar op 30 maart vorig jaar was hij toch bij de bekendmaking van de verloving van zijn zoon Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta. En hij sprak er ook. Als pater familias ontroerde hij velen. Ook voor een vader is deze dag er een van bijzondere betekenis. Er wordt dan ook van hem verwacht dat hij iets zegt. Voor mij, als ik bij deze gelegenheid terugkijk op de verloving en de verlovingstijd van mijn vrouw en mij, komt mij in de herinnering terug wat ik toen heb gehoord en wat ik nu ook Máxima kan aanbevelen. Leer zo snel mogelijk Nederlands. Dat heeft ze gedaan. En ze heeft het op een manier gedaan die niet te vergelijken is met het gestumper wat ik toen heb gepresteerd. Als pater familias, die zich soms afvraagt of paterfamilias nog een functie is die de wereld beïndrukt, wil ik toch Máxima in de kring van de familie opnemen en haar toewensen dat ze het geluk van haar leven aan de zijde van Alexander mogen vinden.
Prins Klaus, bij de bekendmaking van de verloving van kroonprins Willem-Alexander met Maxima Sorgheta. Een activiteit van prins Klaus die bij het grote publiek niet zo bekend was, behelsde zijn commissariaten bij grote bedrijven. We vroegen de toenmalige topmannen naar hun ervaringen met die kant van de prins. Als de prins iets al niet leuk vond, dat is wel eens gebeurd, dan wist hij dat op een heel discreet moment en een heel discrete manier heel duidelijk te maken. Maar als hij ergens zich voor had gecommit, of hij dat nou leuk vond of niet leuk vond, op dat moment kon je dat nooit aan hem merken. Men zegt dat prins Klaus niet erg gesteld was op publieke optredens waarbij hij zelf het centrum van de belangstelling was. Ik weet dat zeker, want dat past volstrekt bij de bescheiden opstelling die hij altijd koos. Maar als hij ergens had gezegd, ik kom, en wist dat dat voor de betrokkenen belangrijk was, dan deed hij volop mee. En stond daar niet iemand die zei, ja, ik sta hier wel, maar ik stond liever ergens anders. Geen sprake van. Hij is helemaal niet saai. Hij was niet saai. Maar hij was maar slechts in kleine kring en vooral onder bekenden was hij het... Was hij levendig, was hij ook bijzonder geestig. Hij kon ook eindeloos anekdotes vertellen. Hij kon ook eindeloos met je meelachen. En ik weet ook wel, er zijn ook wel eens mensen bij mij geweest die bijvoorbeeld een avond tegemoet gingen en dat ze tegen me zeiden, Ik zit vanavond naast prins Klaus. Waar moet ik in godsnaam over praten? En dan zei ik, ja, zoveel. Praat over Bach. Maar ik weet niks van Bach. Ik zei, dat doet er niet toe. Praat maar over Bach, want dan zul je merken, dan praat hij wel. Want dat interesseert hem, weet hij veel van. Praat over iets wat je meemaakt of waarneemt in de ontwikkelingswereld. In de wereld van de ontwikkelingslanden, dan hoef je verder niet meer af te vragen waarover zal ik praten, want dan praat hij wel. Maar hij, dus die indruk van buitenaf is toch naar mijn idee een oppervlakkige. Maar hij was pas ontspannen en ook vrolijk als hij in kleine kring was, in zijn gezin. Dat kun je ook wel zien op foto's bijvoorbeeld. Zie je foto's bij officiële gelegenheden, dan zie je hem gespannen. Zie je foto's dat hij op vakantie is, in Italië of in Leg, dan zie je ineens een heel ander gezicht als hij in die kringen is. Nou, zo was de werkelijkheid ook. Heer Duisenberg, oud-president van de Nederlandse Bank, over prins Klaus. Prins is vanavond overleden. Hij is 76 geworden en hij is overleden, zo luidt het officiële communiqué, aan de ziekte van Parkinson en aan longontsteking. Bij hem is nu Jan Pronk van ontwikkelingssamenwerking, minister voor ontwikkelingssamenwerking, hele vele jaren. U hebt ook heel lang met de prins gewerkt, ja. Samengewerkt. Wat betekent de dood van prins Klaus voor u? Een schok. We wisten natuurlijk dat het zou gaan gebeuren. Al maandenlang was je er bijna wekelijks mee bezig. Een vriend. Het was een man om van te houden. Een verlies voor het denken over de derde wereld, over Afrika, over ontwikkelingslanden. Het was een man die ons bij de les hield. Heel bedachtzaam en heel scherp. Over zijn werk, over uw werk, de band die u had als het gaat om ontwikkeling, samenwerking, praten we dadelijk. Want de heer Balkenende is in de studio in Den Haag. Prins Klaus, vanavond dus op 76-jarige leeftijd overleden. En in de studio in Den Haag is premier Balkenende, die namens de regering de prins zal gedenken. Vanavond bereikt ons het droevig bericht dat prins Klaus is overleden. Een bericht dat als een schok komt voor ons allen. Ook al wisten we al jaren van zijn slechte gezondheidstoestand.
De laatste maanden was duidelijk sprake van sterk toenemende zorg over zijn conditie, die broos was en kwetsbaar. Toch bleek het nog mogelijk dat de prins zijn 76e verjaardag op 6 september in besloten familiekring thuis kon doorbrengen op Paleis Huis ten Bosch. Maar op Prinsjesdag moest de prins weer terug naar het ziekenhuis. Namens het kabinet richt ik mij allereerst tot zijn echtgenote, koningin Beatrix, voor wie hij door de jaren heen zo'n belangrijke steun en toeverlaat is geweest. En tot zijn zonen, prins Willem-Alexander, prins Johan Friso en prins Constantijn, die hun vader, die zo trots op hen was, nu moeten missen. Geen liefdevolle arm meer om hun schouder, als prins Klaus dat even nodig leek. Wij wensen de koningin en de prinsen veel sterkte in de moeilijke tijd die voor hen ligt. Dat geldt evenzeer voor de beide schoondochters van prins Klaus, prinses Maxima en prinses Laurentien, die hij als een liefhebbende vader zo hartelijk heeft verwelkomd. En natuurlijk kleindochter Eloïse, die de prins nog veel vreugde heeft gegeven. Onze gedachten gaan natuurlijk ook uit naar de andere leden van de koninklijke familie en naar de zusters en de overige familieleden van prins Klaus. Nederland verliest in de prins een bijzonder mens die een warme plaats had verworven in de harten van zeer velen. Prins Klaus heeft zich met kracht, ernst en toewijding ingezet voor de Nederlandse samenleving. En hij deed dat, waar dat gepast was, met de nodige humor. Wars van uiterlijk vertoon gaf hij een zinvolle invulling aan zijn maatschappelijke functies. Hij had een groot gevoel voor wat hij als echtgenoot van de koningin wel en niet kon doen. Koningin Beatrix maakte er nooit een geheim van dat zij sterk hechtte aan zijn oordeel. Het gezinsleven vormde voor hen beiden een bron van rust en reflectie. Wij zijn de prins veel dank en respect verschuldigd voor de manier waarop hij onze koningin terzijde heeft gestaan. Haar opving op de moeilijke momenten die er natuurlijk ook zijn geweest. Prins Klaus heeft zich altijd sterk ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking en het milieubeheer. Zijn voordrachten over ontwikkelingssamenwerking in de praktijk waren altijd inspirerend. En daarbij hanteerde de prins het motto: jij kunt de ander niet ontwikkelen, de ander ontwikkelt zichzelf. In het verlengde van zijn zorg voor de arme landen lag zijn bezorgdheid om de leefomgeving, waar ook ter wereld. Zijn zorg voor het milieu droeg hij onder andere over op zijn oudste zoon, prins Willem-Alexander, die hij stimuleerde in diens interesse voor de waterproblematiek. Over de, ook voor hem, moeilijke periode, waarin hij alweer vele jaren geleden zijn werk heeft moeten laten rusten, is prins Klaus altijd zeer openhartig geweest. Tijdens zijn periodes van ziekte, zijn opeenvolgende operaties de laatste jaren, heeft de Nederlandse bevolking sterk met hem meegeleefd. De prins toonde een groot plichtsbesef en zo bleef hij, zo goed en zo kwaad als het soms ging, zijn publieke taken vervullen, totdat dit eigenlijk door alle hinder die hij in toenemende mate ondervond, niet meer ging. Het viel hem zwaar dit te moeten accepteren. Hij heeft zich tot op het laatst toe tegen verzet dat het niet meer ging zoals hij wilde. Zijn gezondheidstoestand ging sluipend achteruit. Van prins Klaus ging het appel uit om je als mens te bekommeren om al het kwetsbare in de wereld. Laten we hem gedenken, ieder op eigen wijze, met groot respect en diepe dankbaarheid voor alles wat prins Klaus, zichzelf vaak wegcijferend, zo lang heeft betekend. Voor onze koningin, hun zonen en schoondochters, het koninklijk huis, de koninklijke familie en voor de Nederlandse samenleving. Met prins Klaus is een groot mens heen gegaan. Minister-president Lubbers vanuit de studio, neem niet kwalijk, minister-president Balkenende vanuit de studio in Den Haag. Hij herdacht prins Klaus. Bij me zit Jan Pronk. Vindt u dat minister-president juiste woorden gebruikte, juiste toon over prins Klaus? Ja, namens ons allemaal. De dankbaarheid die met name in het laatste deel van Balkenende's woorden doorklonk. Ik geloof dat we dankbaar mogen zijn voor Klaus. Hij was een stabiele factor in de relatie tussen Koninklijk Huis en de Nederlandse samenleving door alle woelige tijden heen. Hij was Nederlander, hij werd Nederlander. Hij liet zien hoe je Nederlander kon zijn en tegelijkertijd
oog hebben voor ontwikkelingen over de grens. Hij was tegelijkertijd wereldburger. Hij kon ook laten zien dat je Afrikaan kon zijn met de Afrikanen. En tegelijkertijd kritisch staan ten opzichte van ontwikkelingen. Hij heeft mij, en ik geloof vele anderen, heel veel geleerd. Dus dankbaarheid mag overheersen. Naast uiteraard droefenis, maar dankbaarheid. Wat leerde hij u dan? Hij hield je, zei ik zo even scherp. Je kon nooit in een sleur vervallen. Hij leerde ook een gesprek voeren. Hij was een meester in het voeren van een gesprek. Zoals weinigen dat nog kunnen. Want op welke manier? Luisterde hij goed? Of? Heel goed luisteren en daar direct op reageren en een lang gesprek voeren. Niet zoals we gewend zijn in de jaren 80 en de jaren 90. Heel kort, heel zakelijk, diepgravend. Hij was een meester van het gesprek dat uren kon duren. En zo zijn er maar heel weinigen die dat kunnen. Hij nam daar de tijd voor. Hij nam de tijd voor datgene waar hij zich bij betrokken voelde en was de rest minder belangrijk. Dan koos hij daarvoor. Die ervaringen hebben we ook gehad met hem in de afgelopen 15 jaar. Wanneer hij officiële gelegenheden liet liggen en 's avonds naar het departement kwam. Want er was een vergadering van een klein groepje mensen waar hij wat mee had om te proberen samen weer te denken over een nota met betrekking tot Afrika. Een verslag van een reis die hij had gemaakt naar Burkina Faso of naar Mozambique. En je leerde van hem. Terwijl hij misschien ook wel vond dat hij ook van u moest leren? Of? Ja, maar hij toonde zich toch ook een wijze leermeester, maar hij luisterde tegelijkertijd. En hij was voor iedereen binnen het departement een vriend. Hij was nooit de prins of nooit koninklijke hoogheid. Hij had gezag vanwege datgene wat hij te berde bracht. En niet omdat hij iemand was. Nee, duidelijk verder, dank u wel. Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is nog collega Rick van der Westerlaken. Ja, op dit moment is het al een stuk drukker bij het Academisch Medisch Centrum. Inmiddels is veel pers toegestroomd, veel cameraploegen, veel fotografen die hier toch nog plaatjes hopen te maken. Ook al is de koninklijke familie al eerder vanavond uit het ziekenhuis vertrokken. Ze zijn hier de hele middag geweest. Om 7 uur is de prins overleden en om 8:30 is de familie vertrokken. Daar hebben we beeld van. U ziet de auto's rijden met daarin koningin Beatrix en prinses Margriet. Prins Willem-Alexander en Maxima waren er, prins Constantijn en prinses Laurentien en prins Johan Frieso was hier ook vanmiddag. De familie is dus weg. Het stoffelijk overschot van de prins is, voor zover wij op dit moment weten, nog steeds hier in het ziekenhuis in het AMC. En wanneer dat overgebracht zal worden en waar naartoe het overgebracht zal worden, of dat Paleis Noordeinde is of Huis ten Bosch, dat soort informatie hopen wij in de loop van de avond nog te krijgen. De komende uren zullen we u op de hoogte houden van de reacties en natuurlijk veel terugblikken op het leven en het werk van de prins. Minister-president Balkenende heeft daarnet als een van de eerste Prins Klaus herdacht. Oud-minister-president Ruud Lubbers is een van de Nederlanders die vrij snel na de komst van Prins Klaus naar ons land met hem kennis maakt. Vanaf 1965 heeft hij regelmatig contact met de prins. Eerst als werkgeversvoorzitter, later als minister en minister-president. In die functie maakte hij het begin van de ziekte van Prins Klaus van dichtbij mee. De heer Lubbers vindt niet dat prins Klaus gekarakteriseerd moet worden als de trieste prins of de zieke prins. Hij spreekt liever over de getormenteerde prins, de geplaagde prins. Naar mijn idee, zoals we er nu over spreken, zie ik vooral prins Klaus voor mij. Allereerst in de tijd voordat hij ziek werd. De krachtige man die in Nederland ziet waar nog wat anti-Duitse sentimenten zijn, die daar volstrekt bovenuit stijgt. Charmant, een goed oordeel. Kaarsrecht naast de koningin. De man om trots op te zijn. Dat zie ik op de eerste plaats voor me. En dan vervolgens zie ik, misschien ook omdat ik er dichtbij ben, het drama gebeuren dat hij door ziekte fysiek, psychisch geplaagd gaat worden. En dan wordt het de getormenteerde prins die zo nu en dan gegeven is om eruit te stappen. Er weer gezond te zijn, dingen te doen. Ontwikkelingssamenwerking, gebied derde wereld, cultuur.
ook geleidelijk aan vrijmoediger wordt. Dat is ook een Prins Klaus voor mij. Ik zou niet op de eerste plaats van de trieste prins willen praten. Ik geloof dat hij ook heel trots op zijn vrouw was. En dat speelt niet met triestheid, maar wel verdrietig soms. Ja, dat gaat maar door, dat werk. En wat is er voor ruimte voor ons over? En misschien de enkele keer, wat is er voor ruimte voor mij over? Ja. Wat betekent het verlies van Prins Klaus voor zijn gezin? Ja, zoals in ieder gezin, een vader te verliezen is heel wat. Dat is op de eerste plaats. Ik denk dat het gezin met veel dankbaarheid aan hem terug zal denken. Dat ze net als ik misschien veel zullen terugdenken aan ook die momenten dat hij in zijn volle kracht was. De eerste plaats. Maar omdat ze vrouw en kinderen die het allemaal meegemaakt hebben, ook hun liefde voor hem nooit minder hebben zien worden. Misschien zelfs wel sterker op een gegeven moment toen die tragiek toesloeg. En in die zin is het ook, laat hij iets na. Het was een man die voor hun zo de moeite waard was. Met alles wat er gebeurd is, een imprint gegeven heeft in hun eigen leven. Mijn een koningin, ook later als er geen koningin meer zal zijn. Met zonen, waarvan er dan later één koning zal zijn. En die zich zullen herinneren hoe krachtig die was, welke oordelen die had. En hoe die het verdiende dat ze bij hem waren toen hij echt ziek werd. Oud-minister-president Ruud Lubbers over Prins Klaus. Bij Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koningin en Prins Klaus, komen steeds meer mensen met bloemen en hebben ook allerlei kaarsjes aangestoken. Ik heb aan de telefoon hier Otto von der Gablenz. Hij was lange tijd Duits ambassadeur in Nederland. Was al snel een goed contact tussen beide diplomaten. Meneer von der Gablenz, goedenavond. Goedenavond. Wat betekent de dood van Prins Klaus voor u? Nou, ik denk het is zeer treurig dat hij van ons is gegaan. Het is natuurlijk te verwachten geweest na een heel lange ziekte. Ik heb hem enorm bewonderd niet alleen het werk wat hij in zijn hele leven voor zijn familie, voor zijn land Nederland en ook voor Duitsland, zijn oorsprongsland, heeft gedaan. Maar ik heb ook altijd enorm bewonderd zijn gevoel voor onafhankelijkheid, het nadenken, zijn plichtgevoel en zijn steeds bemoeiend om een onafhankelijk oordeel. Ik heb hem enorm gewaardeerd en ik vind het zeer treurig dat hij van ons is gegaan. Mijn medeleven gaat natuurlijk ten eerste uit naar zijn familie, de koningin en de prinsen. En ik denk, meneer von der Gablenz, want we laten beelden zien hoe u formeel Prins Klaus ontmoet. Maar u was ook, u kende elkaar echt goed en u was ook op elkaar gesteld. Dat was zeker zo, ja. Ik had het gevoel, daar is toch een deel van de achtergrond in Duitsland, ervaringen na de oorlog, tijdens de oorlog, die wij gedeeltelijk deelden. En het gevoel dat wij ook min of meer op dezelfde tijdperk niet precies samen met de buitenlandse dienst begonnen zijn. Dus er is een heleboel van ervaringen van de naoorlogse generatie van Duitsers geweest die wij deelden en die toch een gemeenschappelijke basis, een benadering van de moderne wereld tegenover Europa, tegenover ook Nederland met zich meebrachten. Ja. De heer Vonhoff was net bij ons en die noemde vooral de betekenis van Prins Klaus. Het gaat om relatie Duitsland-Nederland-Nederland-Duitsland. Dat de prins daarvan belang is geweest. Die beroemde reden van Richard von Weizsäcker die de prins ook heeft laten vertalen. Hoe ziet u het belang van de prins daarin, in relatie Nederland-Duitsland? Ik denk zijn betekenis was veel groter dan de meeste mensen wisten. Hij heeft zich in die 20 jaar die ik hem heb leren kennen, werkelijk ingespannen voor een verbetering van de psychologische relatie tussen de twee landen, zonder werkelijk iets te open en in de openbaarheid te mogen doen. Maar in de achtergrond heeft hij door zijn gesprekken, door zijn voorbeeld hier in Nederland,
als een Duitse prins, als ook prins der Nederlanden, enorm veel bijgedragen tot de ontspanning van een heel moeilijke psychologische relatie na de oorlog. En ik denk wat wij in de laatste 10 jaar hebben beleefd, een enorm grote normalisering van de Duits-Nederlandse betrekkingen, is voor een goed gedeelte ook zijn werk. Ik dank u zeer, meneer Von der Gabelins. Goedenavond. Goedenavond. Jan Pronk, u knikte bij wat de heer Von der Gabelins zei. Wat herkende u in wat hij zei? Oh, ik ben het volkomen met de heer Von der Gabelins eens. Hij was het symbool van het andere Duitsland. Zoals een aantal Duitsers dat was, Willy Brandt. Mag ook zeggen de heer Von der Gabelins zelf als diplomaat. En zij hebben ertoe bijgedragen, en prins Klaus was altijd in de Nederlandse samenleving, dat er ook een ander beeld van Duitsland kon gaan ontstaan. De verzoening werd structureel, ook door zijn aanwezigheid en door zijn kritische distantie. Hij was Nederlander met de Nederlanders. En we wisten dat hij uit Duitsland afkomstig was. En dat hij ook echt Duitser was geweest. Dat was heel belangrijk. Ja. Ik vroeg hier van de Kamers naar persoonlijke relatie. U zei, toen ik de eerste reactie vroeg naar hoe u de dood van prins Klaus ervaart. We noemen hem ook een vriend. Zo was uw relatie echt. Ja, zonder dat we elkaar de laatste tijd veel zagen. Maar we hadden een goed contact. We vroegen naar elkaar. Ook als ik niet in de politiek zelf aanwezig was. Ik geloof dat we waardering hadden voor mekaars denkbeelden. Ook al liep dat niet altijd gelijk op. Dat kon. Prins Klaus, de heer Lubbers zei dat terecht, had een onafhankelijk oordeel. En hij liet niet na dat ook duidelijk tot uitdrukking te brengen. En wilde hij ook graag met je in discussie gaan. En dan wilde hij een lange discussie daarover. En hij wilde weer wat terugzeggen. En daarmee het beleid ook helpen. En dan ga je elkaar zeer waarderen. Ook wanneer je niet altijd het met elkaar eens bent. Omdat je wel dezelfde wederzijdse betrokkenheid hebt met een bepaald probleem. Ja, zijn passie, zoals uw passie ook is ontwikkelingssamenwerking. Maar hij was meer de mensen dan het beleid. Ja. Dus ontwikkelingssamenwerking was een woord waar hij eigenlijk een beetje een hekel aan had. Er valt niet veel samen te werken. Ik geloof dat de heer Balkenende het zelf nog een keer citeerde. Hij zei, ze moeten het zelf doen. Wees voorzichtig met je ermee te bemoeien. Ja. Tegelijkertijd wist hij ook, ze moeten het zelf doen, maar het kan niet altijd, want de verschillen zijn zo groot. Het cadeau voor de prins was ook het Prins Klaus Fonds. Was ook toch weer mensen te kunnen onderscheiden, erkenning te geven die in ontwikkelingslanden op een bepaald gebied zich onderscheiden. Met name op het punt van de cultuur, de culturele ontwikkeling, normen en waarden en expressie in relatie, culturele dialoog. Ook de multiculturele samenleving, maar dan wereldwijd, globaal. Dat was hem zeer na aan het hart. En hij wilde heel graag als nationaal cadeau bij zijn 70ste verjaardag een fonds van waaruit dat soort initiatieven konden worden gesteund. En ik hoop dat dat fonds nog lang door kan gaan in zijn geest. Ja, meneer Balkenende, CDA-politicus, minister-president, noemde net niet religieuze overtuiging, aspecten van de prins. Hebt u daar wel eens samen met hem over gepraat? Het was maatschappijvisie, maatschappijbeschouwing. Over religie hebben we niet zoveel contact gehad. Maar religie is in de culturele ontwikkeling van samenlevingen altijd een belangrijke factor. En in Afrikaanse samenlevingen soms een riskante factor. En daar had hij oog voor. Ja. Ik zei net, ontwikkelingssamenwerking zijn passen. U zegt nee, dat woord vond u eigenlijk vervelend, de mensen. Maar ja, het heeft toch allemaal ook hoe je met mensen omgaat, met beleid te maken. Zijn mogelijkheden waren beperkt, want hij was de man van de koningin. Sprak hij daar met u over, dat hem dat remde? Het is ook wel misgelopen. Hij was adviseur, had een kamer op het departement, maar het is ook wel eerder. Het liep niet echt mis. Daar niet. Het liep mis op andere terreinen, omdat we in Nederland vonden dat we heel voorzichtig moesten omgaan met, precies, met een lid van het Koninklijk Huis. De Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking, daar liep het echt mis. Ja, daar liep het mis, omdat er plotseling politiek rumoer ging ontstaan in het begin van de jaren 70 in de Kamer. En dat had niks met hem te maken, want dat waren beslissingen van de commissie die hij voorzat. En hij was een goede, onafhankelijke voorzitter. Die zijn wil niet oplegde aan de commissie. Hij liet die commissie bepaalde beslissingen nemen. Ik heb hem meegemaakt in Afrika zelf. Was hij lid van het Koninklijk Huis. Maar hij was eigenlijk officieel daar de vertegenwoordiger van de minister. Hij was inspecteur. Dat was dan het officiële begrip. En hij kon zeer kritisch omgaan met staatshoofden.
Hij kon hen op een afstandelijk kritische manier de waarheid zeggen. Als een superdiplomaat, waarbij het bleef hangen ook bij iemand als Mugabe. Maar dat hij uw baan niet had, maar een andere, om het maar zo te zeggen, daar sprak hij niet met u over, dat die beperkingen hem moeilijk vielen? Hij had als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, de minister van Ontwikkelingszaken, in ontwikkelingslanden een volledige vrijheid om te zeggen wat hij wilde. En daar heeft hij altijd een goed gebruik van gemaakt. Binnen Nederland was in het begin van de jaren 70 altijd wat voorzichtiger. En ik ben blij dat hij in staat is geweest om vanaf het midden van de jaren 70 vooral bezig te zijn ook op dat ontwikkelingsterrein buiten Nederland in Afrika zelf. Goed. Ik dank u wel, ook meneer Pronk. Prins Klaus is vanavond overleden om 7 uur. Prins is 76 geworden. Maandag zal de prins worden overgebracht naar Paleis Noordeinde. De begrafenis, de bijzetting is vanzelfsprekend tot in de details geregeld. De eerste 3 dagen hebben vooral een familiekarakter. Bij Paleis Huis den Bosch is niet voorzien in momenten van rouwbeklag voor anderen dan familie en bekenden. Morgen dus zal het lichaam van de prins naar Paleis Noordeinde worden overgebracht. En vanaf die dag kan daar afscheid van hem worden genomen. Eerst komen op Paleis Noordeinde officiële delegaties langs de baar gelopen. En vanaf dinsdag kan ook de bevolking afscheid nemen. Ik denk eigenlijk dat het zo zal zijn dat maandag nog voor de familie, dinsdag de officiële delegaties en vanaf woensdag de bevolking afscheid kan komen nemen. Dus dan de komende uren zal daar ook schema's voor bekend worden gemaakt hoe dat allemaal geregeld zal zijn. Volgende week woensdag, dus woensdag over een week, wordt het lichaam van prins Klaus bijgezet in de grafkelders van de Oranjes in de Nieuwe Kerk van Delft. Ik denk dat we dadelijk weer een journaal krijgen en na het journaal komen wij weer bij u terug. Graag tot zo. Alexander, Johan Friso en Constantijn. Prins Klaus is 76 jaar geworden. De prins was dit jaar al diverse keren opgenomen in het ziekenhuis. De laatste keer was op Prinsjesdag 17 september. De laatste dagen lag de prins op de intensive care. Zijn toestand werd voortdurend broos en kwetsbaar genoemd. Ook vandaag nog. Prins Klaus is overleden aan de ziekte van Parkinson en longontsteking. Prins Klaus maakte nog de geboorte van zijn eerste kleinkind mee. Dat was op zaterdag 8 juni. Toen werd Eloïse geboren, de dochter van prins Constantijn en zijn vrouw Laurentien. En deze beelden zijn een dag later gemaakt. Prins Klaus komt dan net terug van het kraambezoek bij Eloïse. Aan de prins is te zien dat het niet goed met hem gaat. Nelson Mandela is dat weekende ook in Nederland. Hij logeert bij koningin Beatrix en prins Klaus op Huis ten Bosch. Op deze laatste beelden nemen ze afscheid van elkaar. Het overlijden van prins Klaus werd vanavond om 8:57 officieel bekendgemaakt door de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. En dit is de officiële tekst. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt namens de minister-president, meester Dr. J.P. Balkenende, met groot leedwezen mee dat zijn koninklijke hoogheid prins Klaus der Nederlanden op zondag 6 oktober 2002 om 1900 uur in het Academisch Medisch Centrum, het AMC, te Amsterdam is overleden. En verslaggever Rick van der Westerlaken staat bij het Academisch Medisch Centrum. Rick, welke informatie heb jij vanuit Amsterdam? Hier bij het Academisch Medisch Centrum is het inmiddels een stuk drukker geworden. Heel veel pers is hier aanwezig. Fotografen, cameraploegen. Op zich zijn er niet zo heel veel mensen van het publiek. Er zijn er wel een aantal die komen even kijken hoe het hier gaat. De prins is, zoals je net al zei, vanavond om 7 uur overleden hier in het Academisch Medisch Centrum. Daar heeft hij de afgelopen 19 dagen gelegen. Hij werd toen regelmatig bezocht. Vanmiddag was bijna de hele directe naast de koninklijke familie bij hem. Die zijn hier bij het sterfbed geweest. En om 8:30 vanavond is de koninklijke familie vertrokken. Daar hebben wij beelden van. U ziet de auto's wegrijden met daarin koningin Beatrix en prinses Margriet, Willem-Alexander en Maxima,
Prins Constantijn en prinses Laurentien en prins Johan Friso reden hier weg bij het ziekenhuis. Dat was om 20:30 vanavond. Volgens onze informatie zal het stoffelijk overschot van de prins, dat nu nog aanwezig is hier in het Academisch Medisch Centrum, morgen overgebracht worden naar Paleis Noordeinde. En als we de officiële draaiboeken van de Rijksvoorlichtingsdienst daarop naslaan, dan zal de prins volgende week dinsdag of woensdag bijgezet gaan worden in het familiegraf in een nieuwe kerk in Delft. De Nederlandse bevolking krijgt voor die tijd nog de kans om afscheid te nemen van prins Klaus. En dat zal gebeuren via een défilé in Paleis Noordeinde. Dankjewel voor deze informatie, Rick van der Westlaken vanuit Amsterdam. En inmiddels is de familie aangekomen op Huis ten Bosch. Minister-president Balkenende heeft zojuist namens de regering de Nederlandse bevolking toegesproken in verband met het overlijden van prins Klaus. Hij prees de prins onder meer voor zijn inzet op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Nederland verliest in de prins een bijzonder mens die een warme plaats had verworven in de harten van zeer velen. Prins Klaus heeft zich met kracht, ernst en toewijding ingezet voor de Nederlandse samenleving. En hij deed dat, waar dat gepast was, met de nodige humor. Wars van uiterlijk vertoon gaf hij een zinvolle invulling aan zijn maatschappelijke functies. Hij had een groot gevoel voor wat hij als echtgenoot van de koningin wel en niet kon doen. Koningin Beatrix maakte er nooit een geheim van dat zij sterk hechtte aan zijn oordeel. Het gezinsleven vormde voor hen beiden een bron van rust en reflectie. Wij zijn de prins veel dank en respect verschuldigd voor de manier waarop hij onze koningin terzijde heeft gestaan, haar opving op de moeilijke momenten die er natuurlijk ook zijn geweest. Prins Klaus heeft zich altijd sterk ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking en het milieubeheer. Zijn voordrachten over ontwikkelingssamenwerking en de praktijk waren altijd inspirerend. En daarbij hanteerde de prins het motto: jij kunt de ander niet ontwikkelen, de ander ontwikkelt zichzelf. Het overlijden van prins Klaus wordt dinsdag waarschijnlijk in Politiek Den Haag herdacht. En dat gebeurt dan in een gezamenlijke bijeenkomst van de Eerste en de Tweede Kamer. In Amsterdam peilde verslaggever Ferry Stoop de eerste reacties van de mensen op straat. Ja, volgens mij is het niet waar. Nee, dat is waar. Ja, dat vind ik wel erg. Waarom? Ja, het leek me wel een aardige man. En dat verdient niemand natuurlijk om zo op zo'n langzame manier ook een beetje steeds slechter wordend te overlijden. Het is heel erg triest. Dus de man heeft toch heel veel betekend, denk ik, voor het Koningshuis. Dat was toch eigenlijk het gezicht van het Koningshuis in lange tijd. Nee, ik denk dat het een grap is. Nee, dat is echt geen grap. Ja, ik ben verbaasd. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja, dat is vervelend. Dat doet me persoonlijk niet zoveel, moet ik zeggen, hoor. Maar... U heeft niet zoveel met het Koningshuis? Nou, niet echt. Maar ik vind het wel vervelend voor de koningin en voor Klaus natuurlijk. Ja, misschien moesten we de familie dan maar wat rust gunnen nu, hè. En ergens anders gaan voetballen. Dank je. En tot zover de reacties uit Amsterdam van de straat. Tot zover ook deze uitzending. Het volgende journaal is rond 11 uur. Dames en heren, goedenavond. Kijk naar de speciale NOS-uitzending naar aanleiding van het overlijden van prins Klaus. We laten beelden zien over zijn leven, we praten over zijn leven en over zijn betekenis. En we hebben ook reacties en die komen uit het hele land, zoals net zag in het journaal en straks ook uit Den Haag. We hebben een biografie van de prins en die zenden we zo rond 11:15 uit. We beginnen met de laatste beelden van prins Klaus, begin juni.
Rond de geboorte van zijn eerste kleinkind, kleindochter, dochter van prins Constantijn, jongste zoon van koningin en prins Klaus en Laurentien Brinkhorst. Dit is de tuin van paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koningin en prins Klaus. Prins Klaus met koningin Beatrix in een golfkarretje, opname die gemaakt zijn begin juni. Reacties vanuit Den Haag. In de studio Den Haag zit collega Ferry Mingelen en bij hem zit CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen. Meneer Verhagen, we zagen net in het journaal gewoon jongens op straat en die zeiden ja, jammer zoals jongens dat zeggen, want het leek me een aardige man. Ik geloof dat iedereen dat wel zo heeft. Is dat ook in uw herinnering van prins Klaus zo een aardige man of sympathieke man? Ja, een hele, hele sympathieke man. Ik herinner mij nog, eigenlijk als klein kind, vlak na het huwelijk, toen maakte het koninklijk paar, wat toen in ieder geval net getrouwd was, nog niet het koninklijk paar, was een rondrit langs de provincies. En als klein schooljongetje zag ik toen de open auto langskomen met koningin Beatrix ja. en prins Klaus. En eigenlijk die ontwapening, ja. Die is me altijd bijgebleven. Maar daarom is iemand nog niet aardig. Was het niet met name omdat hij altijd het net anders deed dan je misschien van hem verwacht? Hij doorbrak het protocol. Was toch eigenlijk een andere prins dan gewone prins? Het was iemand die niet gebakken zat aan het protocol. En probeerde ook op zijn eigen wijze invulling te geven aan de functie die hij had. En juist op die warme manier hoe hij dat deed. Daarmee wekte hij ook buitengewoon veel sympathie. Ik denk dat hij ook door die manier van optreden, dat hij een hele grote bijdrage heeft geleverd aan de populariteit van het Koningshuis in Nederland. Ja. Kan je zeggen dat hij door die manier misschien die strenge formele kant, die natuurlijk toch ook erg aan het staatshoofd kleeft, verzacht heeft en daardoor ook haar sympathieker heeft gemaakt? Nee, ik denk dat beide sympathiek zijn. Maar iedereen heeft voor zijn eigen... Warmer. Ja. Nee, maar hij heeft natuurlijk niet die officiële functie als staatshoofd en heeft daardoor wat meer vrijheid gehad. Maar hij heeft het ook altijd ten dienste van het Nederlands Koningshuis gedaan. Ja. Nu bent u, voordat u fractievoorzitter werd, bent u lang buitenlandspecialist geweest. U bent beleidsmedewerker van de fractie geweest op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Daarin heeft prins Klaus natuurlijk ook zijn sporen verdiend. Maar daarin is hij ook altijd heel kritisch geweest op het Nederlands beleid. En ik herinner mij dat dat toen in de politiek, in de Kamer, waar u tenslotte hier nu voor zit, wel af en toe met gefronste wenkbrauwen werd gevolgd. Ook door uw eigen fractie toen. Nou, ik weet wel dat ook de gesprekken die ik zelf bijgewoond heb, die hij voerde als inspecteur-generaal voor ontwikkelingssamenwerking met de Vaste Kamercommissie voor ontwikkelingssamenwerking, dat hij wel degelijk ook een eigen kijk gaven op die ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft nooit daar een conflict met de politiek gehad. Waar het zat was in een eerdere functie van prins Klaus, toen hij voorzitter was van de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking. Ja. En daar kwam op een gegeven moment een subsidie ter sprake. Een subsidieverlening aan het Angola-comité. Waar in de politiek nogal wat kritiek op was. En hij is toen van voorzitter van de NCO, is hij eerder of ten later adviseur en ook laatst inspecteur-generaal voor ontwikkelingssamenwerking geworden. Maar hij heeft dus wel altijd inderdaad de mogelijkheden gebruikt van zijn werkzaamheden om daarmee zijn passie ook voor ontwikkelingslanden om die goed in te vullen. Ja. Kunt u tenslotte zeggen wat zijn overlijden voor u, voor uw fractie, voor het CDA betekent? Hoe ervaart u dat? Nou, allereerst uiteraard met zeer veel medeleven voor majesteit, voor de kinderen en voor de familie.
En wij zijn ook wat dat betreft in gedachten en in ons gebed bij de koninklijke familie. Ja. Het betekent ook een verlies, want het is iemand geweest die een enorme grote rol heeft gespeeld in Nederland voor het Nederlands Koningshuis, maar ook een enorme grote rol heeft gespeeld voor ontwikkelingslanden. Ja. En in die functie zal ik hem ook altijd blijven gedenken. Goed, ik dank u voor dit moment. Ferry Mingel in de studio in Den Haag in gesprek met Maxime Verhagen, CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk, het staat nog niet helemaal vast, is nog niet officieel bekendgemaakt. Prins Klaus is vanavond overleden in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Wordt zijn stoffelijk overschot morgen overgebracht naar Paleis Huis ten Bosch. Dat is het woonpaleis van de koningin en van Prins Klaus. De eerste dagen na de dood van een lid van het Koninklijk Huis hebben vooral een familiekarakter. Dus van maandag tot woensdag zal vooral hele naaste bekende, goede vrienden van de koninklijke familie zullen afscheid kunnen nemen van Prins Klaus. En dan waarschijnlijk woensdag zal het lichaam van de prins van Paleis Huis ten Bosch naar Paleis Noordeinde worden overgebracht. Dat is het werkpaleis van de koningin. En die woensdag is dan vooral bestemd voor de officiële delegaties, koordiplomatiek, ambassadeurs. Voor de officiële delegaties die afscheid kunnen nemen. En waarschijnlijk ook woensdag is er dan in de ridderzaal, komen Eerste en Tweede Kamer bij elkaar. Dit is een bijzondere zitting van de Staten-Generaal. Dan zal daar Prins Klaus worden herdacht. En dan, zo ziet het nu naar uit, dan vanaf donderdag zal de bevolking afscheid kunnen nemen van Prins Klaus. Een soort défilé en al die regels en tijden zullen later allemaal bekend worden gemaakt. Waarschijnlijk verzamelpunt op het Malieveld met een bus. En nou, dan kun je ook tekenen, kun je langs de baar en tekenen. Condoleanceregisters zullen ook in de stadhuizen zijn en in de provinciehuizen. Er zullen verschillende mogelijkheden gegeven worden voor de bevolking om afscheid te nemen. En dat gaat tot aan de dag van de begrafenis, de bijzetting. Leden van het Koninklijk Huis ontmoeten en anderen vertellen waar het gesprek over ging, dat doe je niet, dat hoort niet. Nu de prins is overleden, komen de verhalen los, vaak als een laatste eerbewijs aan hem. We hebben al een paar mensen die de prins goed hebben gekend aan het woord gelaten. En dat doen we de komende minuten opnieuw. Er war ein sehr geschätzter, sympathischer Kollege. Eigentlich, wenn ich rückblicke, war er eher etwas unabhängig auf sich gestellt. Vielleicht war das auch, weil er schon etwas älter war als ein Teil der anderen, weil er eben auch diese Erfahrung des Krieges noch intensiver miterlebt hätte. Aber er war allseits geschätzt. Und wenn irgendwo gemeinsame Veranstaltungen waren, war er immer mit dabei. Und er war immer in gute Stimmung und wurde allseits mit Sympathie von den Kollegen aufgenommen. Das war eine der aardige Dinge, fand ich altijd. Dass die te midden van lakeien in blauwe jasjes, die je de drankjes inschonken, bijzonder ongedwongen en rondliep. Maar hij had ook een uiterst spitse inbreng in het gesprek. Hij wist van alles. Alles. Een bijzondere gesprekspartner. Kunt u een voorbeeld geven? Nou ja, hij kende bijvoorbeeld, wat weinig mensen in Nederland kenden, alles van Afrika aan zijn hoofd natuurlijk. Hè. Dat is een achtergrond. En, maar hij wist ook alles van de politiek. Hij was zeer politiek geïnteresseerd, in de ontwikkelingspolitiek natuurlijk. Zat toen ook nog in die commissie Klaus en zo. Maar dat in combinatie met een grote literaire kennis, met een toen al bijna perfect Nederlands waarin hij dan sprak, met een grote kennis van kunst. Hij kon je een college over Bauhaus geven. Maar ook over Schoenberg. En dat, zoals dat gaat in een goed gesprek, alles komt aan de orde. Want je switcht van het een naar het ander. Dat is het associatieve van gesprek in een kleine vriendschappelijke kring. En hij was daar briljant in. Ik herinner me dat hij bijzonder universeel en hij kon ook heel goed luisteren.
Heel goed. Hij begreep ook teksten heel goed. Hij las met grote aandacht las hij poëzie. En kon daar zinnige dingen over zeggen. Ik herinner me ook een keer heel iets anders. Maar dat we de afspraak hadden gemaakt bij de troonrede. Dat is dan afgelopen om 1:30, 2:00. Dat hadden we van tevoren afgesproken dat we om 4:00 samen een partij golf zouden gaan spelen. Nou, dan zie je eerst bij de ceremonieën in de ridderzaal, dan zie je hem inderdaad nogal verkrampt en stijfjes optreden. Maar 2 uur later, toen we samen op de golfbaan stonden, dan is het ineens een ontspannen man die plezier maakt. Die ook heel goed kan lachen. Die leuke verhalen kan vertellen. Ja, zodra die maar in een, laat ik zeggen, een veilige, bekende omgeving was, dan viel alle stijfheid en verkramptheid, die viel weg. Ik heb hem wel heel vaak echt rebels zien opereren als het protocol hem iets te veel werd. Overigens had hij dat betreft denk ik daar iets meer begrip voor bij ontwikkelingslanden misschien. Maar hij kon het niet hebben van Nederlanders. En ook niet van Nederlanders daar? Denk ik. Juist niet van Nederlanders daar. Hij was daar niet om van de Nederlandse ontwikkelingsdeskundigen te horen. Hij was daar om de mensen van het land zelf te leren kennen en te horen en te spreken. En hij kon behoorlijk ongeduldig worden als er van die eigenwijze, bedrijfwetige ontwikkelingswerkers zich tussen hem en de mensen waar het hem om ging drongen. Hoe loste hij dat op dan? Er zijn momenten geweest waar hij tamelijk grof uitlegde dat hij daar geen enkele belangstelling voor had voor dat verhaal. Dat hij dus wilde spreken met de Afrikaan in dit gezelschap en niet met deze eigenwijze witneus. Ja. Terecht, denk ik. De laatste jaren heeft Prins Klaus soms op verrassende wijze het protocol doorbroken. Het leek wel alsof hij steeds meer lak kreeg aan regels en conventies. High wearers of all nations unite. Cast off the rope that binds you. Risk your neck. Liberate yourself and venture forth into open color paradise. But I owe so much to my wife. And I'm so happy you are here. And you cannot, ladies and gentlemen, imagine what I'm feeling. It's fabulous. Thank you, Beatrix. Ik wil toch enkele woorden zeggen. Ik ben vandaag hier uitgenodigd en daar ben ik de bank bijzonder dankbaar voor om terug te gaan in mijn beroep als tot het core business, namelijk linten doorknippen.
Ik heb het al lang niet meer gedaan. Maar ik... Ontspannen Prins Claus. Mijn collega Ferry Mingelen in de studio in Den Haag zit de heer Zalm, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Meneer Zalm, net zagen we Prins Claus, een man met humor. Ja. Zo heeft u hem ook ontmoet. In welke functie? Nou, hij had onder andere de functie van commissaris bij de Nederlandse Bank. En dan hadden we ook jaarlijks een diner. Daar mocht je als minister bij zijn. U als minister van Financiën, ja. Hij als commissaris van de Nederlandse Bank. En daar zat ik wel vaak naast hem. En hij had altijd veel humor. En nooit ten koste van een ander, maar veel zelfspot ook. Ja. Ja. Waarom was hij eigenlijk commissaris van de Nederlandse Bank? Nou, het is een plek waar je heel veel kan opdoen over economie. En over bedrijfseconomie, maar ook over macro-economie en monetaire economie. Mm-hmm. Terwijl dat niet allemaal gelijk op straat ligt, wat je daar zegt. Het is een tamelijk besloten gezelschap, dus het was wel een mooie plek. Ja. En hij kon, naar ik begreep, ik ben nooit bij de commissarissenvergadering echt geweest, ook wel scherper de hoek komen. Ja, dat was dus een politiek, laten we zeggen, erg onschadelijke, ongevaarlijke functie. Want als je al wat zei, bleef dat altijd binnen de perken. Ja. Als man van de ontwikkelingssamenwerking heeft hij wel politiek wat meer geprofileerd geopereerd. Hè? Daar heeft uw partij in de tijd ook wel wat moeite mee gehad, als ik mij dat goed herinner. Ja, maar in veel opzichten deed hij het juist erg goed. Want hij stond erg kritisch tegenover al die projecten waarbij Nederlanders of anderen in het Westen dan bedachten hoe we daar moesten gaan. Mm-hmm. En hij constateerde dat dat vaak mislukt, omdat de bevolking daar zelf helemaal niet zoveel in zag. Dus er zijn ook veel. Hij was ook heel kritisch over dit soort mislukte projecten. Ja. Heeft u de indruk dat hij wat dat betreft invloed heeft gehad op het beleid? Ja, ik begrijp van Jan Pronk dat het in ieder geval voor Jan Pronk geldt. Ja. En die heeft er natuurlijk heel lang gezeten. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een verdienste voor de prins als persoon, als deskundige. Is het ook een verdienste als prinsgemaal dat je invloed hebt op beleid? Nee, is dat ook de bedoeling van zijn functie? Nee, het is echt als persoon. En hij deed het ook echt vanuit zijn eigen know-how en vanuit zijn eigen ervaring. Want hij heeft lang in Afrika gezeten. Dus hij had ook heel veel belangstelling voor Afrika. Ja. Kon je het merken als je met hem sprak, kon hij daar echt lang over praten. Ja. Maar er waren veel onderwerpen hoor, waar hij enthousiast over kon praten. Ja. Hij was heel kritisch over de algemene economische leer. Nou bent u ook nogal geschoold in die sector. En ik geloof dat hij wel eens heeft gezegd, de economie of de economische wetenschap, die richt zich te veel op de rijken en te weinig op de armen. Heeft u wel zo'n discussie met hem gehad? Nee, ik heb nooit een echt economendebat met hem gehad. Ja. Maar ik geloof niet dat over ontwikkelingssamenwerking, voor zover ik kon nagaan, onze opvattingen erg verschilden hoor. Nee. Het was toch dat je, wil zo'n land zich ontwikkelen, dan ben je niet alleen van die hulp afhankelijk. Kan een beetje helpen. Maar dan moet je het ook op die manier doen dat men zelf verantwoordelijkheden neemt. Ja. En dat was ook wel zijn lijn. Ja, nu heeft u erg met hem te maken gehad als minister. U bent nu fractievoorzitter. Ja. U vertegenwoordigt hier de Kamer, die toch altijd heel kritisch kan kijken of of de prinsgemaal niet te veel ruimte neemt, zich binnen de lijnen van de afspraken beweegt. Vindt u dat de manier waarop Prins Claus dat heeft gedaan, is dat een voorbeeld waarvan je kan zeggen, hij heeft de ruimte gekregen, dat zouden we ook zo met Maxima moeten doen? Ik vind dat we daar niet al te krampachtig over moeten zijn. Zeker niet als iemand interesse heeft in een bepaald onderwerp. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je echt de regering gaat staan veroordelen. Dat heeft Prins Claus natuurlijk ook nooit gedaan. Dus hij wist daar heel gepast mee om te gaan. Maar ik vind dat de echtgenoot van de koningin of de echtgenote van de koning wel enige ruimte moet hebben om ook een behoorlijke levensvervulling te vinden. Ja. Ten slotte, u heeft hem persoonlijk gekend. Kunt u zeggen dat zijn overlijden ook
persoonlijk iets voor u betekent? Want we zitten hier in Den Haag natuurlijk ook vaak formeel te praten. En dat hoort ook zo, maar nee, het is idee, het meer dan dat? Het idee dat ik hem nooit meer zal zien, vind ik wel, wel een naar idee. Maar hij kon ook over andere onderwerpen, zoals over zijn kinderen, kon hij ook heel enthousiast praten. Ja. En dat sprak u aan, want u heeft ook kinderen. En... Ja, dan heb je toch een heel leuk gespreksonderwerp wat niks met politiek te maken heeft. Vaders onder elkaar, trotse vaders onder elkaar. Hij was heel trots, ja. Ik ook trouwens, hoor. Goed, laten we het daarbij houden. Dank u wel. Graag gedaan. Ferry Mingelen in gesprek met Gerrit Salm, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. En aan de telefoon heb ik de schrijver Harry Moelisch. Goedenavond, meneer Moelisch. Goedenavond. Wat betekent de dood van Prins Klaus voor u? Ja, god, dat is natuurlijk een shock. Ik heb hem herhaaldelijk gezien. We hadden een prachtig contact. We waren vrijwel even oud. En allebei onze familie kwam uit oostelijke regionen. En ik kwam vreselijk goed met hem overweg. Het was een schat van een man. En wat bedoelt u met prachtig contact? Nou ja, kijk, ik had niks met politiek of wat te maken. Maar over cultuur. Ik had eens een keer een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Kwam hier bij de opening. Praatte heel ontspannen. We correspondeerden ook wel. Waarbij het me overigens opviel dat hij niet zijn secretaresse een briefje dicteerde wat uitgetypt werd. Nee, die schreef hij met de hand. Vrij lange brieven. Nee, het was een hele chique man en waar je ook pret mee kon hebben. Dat zegt meneer Zalm net ook. Het was ook een droogkomiek. Hij kon de malste dingen zeggen zonder een spier te vertrekken. Enige man, jammer dat hij er niet meer is. De beste prinsgemaal die we ooit gehad hebben. Vertelde hij u wel eens wat hij van uw boeken vond? Jawel, maar goed, daar vroeg ik natuurlijk niet naar. Maar ik bedoel, het was evident uit dingen die hij zei dat hij daar een paar van gelezen had, ja. Maar verder niks, punt. Nee, maar ik bedoel, dat doe je ook niet met een schrijver. En kijk, hij had smaak. Hij wist precies hoe je met mensen om moest gaan. En dat ik het een beetje pijnlijk zou vinden als hij over mijn boeken zou beginnen. Maar we praten wat. Overigens had hij geen small talk. Je kon niet maar een beetje eindeloos wegkletsen met hem. Dus het moest wel steeds ergens over gaan. Maar ik vind het heel treurig, en ook voor zo'n vrouw, want die twee, dat is duidelijk aan alles wat je ziet, die hielden echt van elkaar. Goed, ik dank u wel, Harry Moelisch, voor uw reactie. Goedenavond. Goedenavond. In Den Haag is ook verslaggever Joost Karhoff. Paleis Huis ten Bosch. Het is het woonpaleis van de prins, natuurlijk samen met koningin Beatrix. En de koningin met andere leden van de koninklijke familie is hier ongeveer rond 9:15 teruggekeerd in het woonpaleis. Terug van het AMC in Amsterdam, waar de prins dus is overleden. Het wordt hier bij de achteringang, want daar sta ik op dit moment bij de achteringang van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg. Langzamerhand steeds drukker en drukker. Eerst zagen we heel veel politie komen. Politie die moet zorgen dat het hier allemaal een beetje in goede banen geleid wordt, want er komt langzamerhand ook steeds meer en meer pers, maar ook heel veel belangstellende mensen die gewoon even komen kijken, maar ook mensen die meeleven met de koninklijke familie en meevoelen met het overlijden van prins Klaus. Mensen die dus ook bloemen komen brengen en die op andere manieren hun medeleven willen betuigen. Zoals hier naast mij kwam eerder op de avond een mevrouw die 3 kaarsjes wilde aansteken voor de prins, vooral omdat ze het vreselijk vond voor de koninklijke familie en zo haar medeleven wilde betuigen. Dat is de situatie op dit moment bij Paleis Huis ten Bosch, waar het langzamerhand drukker wordt en mensen dus bloemen komen brengen en ook, zoals u zag, kaarsen aansteken. Ja, prima, dat kan. Kan ik het nu overnemen? Ja. Dankjewel. Ik kom bloemen brengen. Ja. U wilt uw medeleven betuigen? Ja, precies. En u woont in de buurt en daarom dacht u... Ja, daarom. Hoe herinnert u prins Klaus? Hij was een hele betamelijke man. En dat is de reden dat u dacht? Ja. Wil toch even hier naartoe komen? Ja, precies. Okay. Dank u wel. Mensen die willen laten merken dat ze meeleven. Dat de dood van prins Klaus indruk op ze maakt bij Paleis Huis ten Bosch. We hebben zo rond 11:15 een uitvoerige biografie over het leven en het werk van prins Klaus. Op de Dam in Amsterdam staat collega Lidwien Gevers. Veel belangstelling in Den Haag bij Paleis Huis ten Bosch. Hoe is dat op de Dam, Lidwien?
Nou, het is hier vrij rustig. Dus er lopen natuurlijk veel toeristen rond, net als iedere zondagavond. En veel van die mensen kennen de prins niet eens, laat staan dat ze weten dat hij ziek is. Veel mensen die we aanspreken, die moeten wij vertellen dat de prins is gestorven. En een aantal mensen zijn er wel van op de hoogte. We hebben wat reacties verzameld. Laten we daar nu even naar gaan kijken. Ja, volgens mij is het niet waar. Nee, dat is waar. Ja, dat vind ik wel erg. Waarom? Ja, het leek me wel een aardige man. En dat verdient niemand natuurlijk om zo op zo'n langzame manier ook een beetje steeds slechter wordend te overlijden. Het is heel erg triest. Het is, een man heeft toch heel veel betekend, denk ik, voor het Koningshuis. Dat is toch eigenlijk het gezicht van het Koningshuis, heel lange tijd. Nee, ik denk dat het een grap is. Nee, dat is echt geen grap. Ja, ik ben verbaasd. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, dat is vervelend. Dat doet me persoonlijk niet zoveel, moet ik zeggen, hoor. Maar... U heeft niet zoveel met het Koningshuis? Nou, niet echt. Maar ik vind het wel vervelend voor de koningin en voor Klaus natuurlijk. Ja, misschien moesten we de familie dan maar wat rust gunnen nu, hè. En ergens anders gaan voetballen. Tot zover Amsterdam. We komen later terug. En in de studio in Den Haag zit bij collega Ferry Mingelen, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. Mevrouw van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van de PvdA, zoals Maarten zegt. Maar u was tot voor kort voorzitter van de Tweede Kamer. En u heeft in die hoedanigheid veel met Prins Klaus te maken gehad, neem ik aan, op formele gelegenheden. Bij formele gelegenheden liep de voorzitter van de Eerste Kamer naast de koningin en had ik de eer om naast Prins Klaus te mogen lopen. Ja. En dan? Nou, toch wel iemand die ook probeerde op deze hele formele bijeenkomsten, die het helaas wel eens waren, toch wel heel ontspannen te doen. Ik zal nooit vergeten dat ik nog maar net kamervoorzitter was een paar dagen toen dachten dat we... Dat was in... 98. 98, ja. Ja, hij dachten we de Vrede van Münster in de Ridderzaal. En toen de meneer die het programma aan elkaar praatte sprak van een speciaal gecomponeerd muziekstuk, zei de prins heel zachtjes tegen mij, als het maar niet al te modern is. En dat deed hij volgens mij ook omdat ik heel erg gespannen was. Ja, want zijn vrouw houdt erg van moderne muziekstukken. Hè? Dat, ik weet het niet. Dat mogen wij steeds veel Prinsjesdag constateren. Had de Kamervoorzitter op andere manier nog formeel met hem te maken? Nee, niet echt. Dat wil zeggen, niet in een... Het was altijd bij een gelegenheid, natuurlijk bij staatsbezoeken en dergelijke. Als hij erbij was, dat kwam helaas, moet ik nu zeggen, de laatste jaren niet zoveel meer voor. Maar het was toch wel iemand die altijd een indruk op je maakte, omdat hij altijd iets te melden had. Ik bedoel, er zijn niet altijd mensen in die gezelschappen die je onthoudt, omdat ze ook iets persoonlijks proberen mee te geven. Ja. Hij heeft in zijn leven, laat maar zeggen, in zijn politiek leven, hij had natuurlijk geen politiek leven, maar had toch een functie. Hij was actief in de ontwikkelingssamenwerking, was adviseur van de minister, inspecteur-generaal. Heeft hij veel gedaan voor de ontwikkelingssamenwerking? Heeft u zelf de indruk dat hij ook daar invloed op heeft gehad? Op dat beleid? Ja, ik denk zo al niet op misschien wel zijn vrouw de koningin, dan toch ook op zijn kinderen, maar zeker ook op de verschillende ministers van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Ik heb altijd begrepen, zowel van Jan Pronk als van Evelien Herfkens, dat hij wel degelijk iemand was die zich ook graag nou misschien niet er tegenaan bemoeide, maar gewoon zijn mening mee wou geven. Ja. En hij was natuurlijk juist Afrika, wat toch wel heel veel bezorgdheid van ons allemaal nog altijd vergt, was natuurlijk voor hem ook een beetje een thuisland. Ja, maar een prinsgemaal die zijn mening geeft, die invloed heeft, dat heeft natuurlijk ook politieke risico's. Ja, maar ik denk dat het niet iemand was die bewust graag risico's liep, maar wel iemand die niet bang was om als het nodig was ook eens zijn mening te zeggen. En ik vind eigenlijk dat hij daar altijd heel goed mee omgegaan is. Ik geloof niet dat wij ons kunnen beklagen over zijn inzet. Als je aan het Prins Klaus Fonds denkt, de culturele prijzen, internationale prijzen, die hij altijd met persoonlijke inzet heeft proberen uit te reiken. Nou, dat is toch heel, heel geweldig wat de man gedaan heeft. Ja, dat zei ik al eerder tegen meneer Zalm van de VVD. Dit soort gelegenheden wordt altijd formeel herdacht.
Maar formeel is afstandelijk. Betekent het overlijden van prins Klaus voor u persoonlijk iets? Of was het daarvoor de afstand tot hem toch weer te groot? Nou ja, het is natuurlijk een soort mens, althans zo bekijk ik hem, die net even wel iets meer was dan de afstand die je normaal formeel tot mensen hebt. Dus ik vind het wel heel verdrietig, moet ik zeggen. En ik denk ook dat het voor de koningin en voor zijn kinderen, de manier waarop ze met elkaar omgingen de laatste jaren, hebben natuurlijk toch met blijde gebeurtenissen als huwelijken, verlovingen en dergelijke, ook in mijn rol als kamervoorzitter een paar keer mee mogen maken. En dan is het toch echt een hele leuke vader, lijkt mij, om te hebben. Ik geloof dat iedereen het daarover eens is. Dank u wel. Verder Meerle in gesprek met Jeltje van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer nu. En ook vele jaren daarvoor voorzitter van de Tweede Kamer. Prins Klaus is vanavond overleden in het Academisch Medisch Centrum. Waarschijnlijk morgen zal zijn stoffelijk overschot overgebracht worden naar zijn woonpaleis, Paleis Huis ten Bosch. Eerste dagen na de dood van leden van het Koninklijk Huis overvallen een familiekarakter, dus vanaf maandag en ook dinsdag zullen vooral familieleden, heel goede bekenden en vrienden afscheid nemen van de prins. Dan waarschijnlijk woensdag zal het stoffelijk overschot van de prins overgebracht worden naar Paleis Noordeinde. Dat is het werkpaleis. En ja, de woensdag is dan vooral bedoeld voor de officiële delegaties, voor mensen, leden van het Korps Diplomatiek en aan ambassadeurs. En ook waarschijnlijk woensdag is er dan in de Ridderzaal, komen Eerste en Tweede Kamer bij elkaar, een bijzondere zitting der Staten-Generaal. Daar zal premier Balkenende, die vanavond ook namens de regering de prins heeft herdacht, spreken. En ook de voorzitters van beide kamers. En dan vanaf donderdag zal de bevolking de gelegenheid hebben om afscheid te nemen van de prins. Al de tijden en regels zullen later bekend worden gemaakt. Maar er is ruime mogelijkheid om afscheid te nemen en te lopen langs de baar en condoleanceregister te tekenen. En niet alleen op Paleis Noordeinde, maar ook in de stadhuizen en in de provinciehuizen. Dat zal gaan tot aan de dag van de bijzetting, de dag van de begrafenis. En dat is waarschijnlijk volgende week woensdag, dus woensdag over een week. Later vanavond, ik denk zo rond 22:45, dan kunt u kijken naar een biografie van prins Klaus. Nu alvast een aantal markante momenten uit zijn leven als echtgenoot van de koningin.